Dit is het eerste programmablad in de tent in Arenschenhout. Het jaar is 1964. Daarvoor was er al 30 jaar lang een openluchtfeest op de eerste zondag van de maand augustus. Maar om niet afhankelijk te zijn van het weer, werd er vanaf 1964 een tent neergezet. Toen verzorgden de fanfares uit de omgeving de muziek. En dat was eigenlijk de hoofdmoot van het ganse feest. In de midden jaren 60 toen wordt er het uitgebreider vorm gegeven. De tentstijd is inderdaad in de loop van de jaren veranderd van een samenkomst van lokale muziekgezelschappen naar toch een regionaal en ook meer commercieel evenement, toegespitst op de wensen van de bezoeker, de festivalbezoeker van de huidige tijd. Zoals zoveel festivals geldt ook hier dat het nooit zou lukken zonder vrijwilligers en bezoekers natuurlijk. Het is een echt dorpsfeest, ook als de dorpelingen al ergens anders zijn gaan wonen. Ze blijven terugkomen. Ik heb ook ergens anders gewoond en daar blijft ze erbij. En zelfs kinderen ervan wat erbij komen. Dus ze slepen de lui met eigenlijk. En als het maar gezellig genoeg is, en niet alleen het blozen, maar ook alles eromheen, dan zijn ze gewoond tot, ja, het blijft plekken eigenlijk. Het karakter van het feest is dus erg veranderd in de afgelopen 60 jaar. Geen marsen van fanfares meer, maar stimmingsmuziek. In een andere vorm. In het Oktoberfest Hossa am Sonntag zullen de blaasmuziek wel weer terugkomen. En dan in meer in een Duits-Oostenrijkse sfeer. Ja, geen fanfaresfeer, maar... Kapellen, ja. En Duitse, Bayerisches. Maar het blieft blaasmuziek. Het blieft blaasmuziek. Ja. Of het nou gaat hozen of bloedheet wordt, het maakt niet uit voor de bezoekers, zo blijkt. We zijn helemaal uitverkocht, alleen voor zaterdagavond zijn er enkele kaarten. Dus wat dat betreft... Weer of geen weer. Weer of geen weer, altijd tentweer.